Dit is de narcistische persoonlijkheidsstoornis. De Golden Boy. Hij is helemaal bekleed met bladgoud en heeft zilveren haren met spiegeltjes. En dat is niet voor niks, want dat symboliseert dat hij zichzelf de mooiste en de beste vindt. En daar moet alles uit zijn omgeving moet daar ook aan voldoen. Zijn vrouw bijvoorbeeld moet ook de mooiste zijn en iedere week naar de kapper. Want ja, zij moet toch de mooiste zijn. Niet omdat hij zoveel van haar houdt, maar omdat zij zijn accessoire is. Dus met andere woorden, hij denkt alleen maar aan zichzelf. Dat is het kenmerk van de narcist. Denk maar aan de mythe van Narcissus, die zijn spiegelbeeld in het water ziet en daar zo verliefd op wordt. En als hij het wil kussen, dan verdrinkt hij. Dat is eigenlijk het slechte einde van de narcist.